Hallo kijkers van HighSight MK, welkom bij deze nieuwe video hier op HighSight MK. En we gaan verder met de bucket tutorials en ik heb hier het bestand Essentials al gedownload. We gaan dus gewoon verder, ik start de server nog niet op omdat we nog een plugin gaan bijzetten. Dus hier op het internet hebben we Essentials, ik zet de link in de beschrijving. En dan heb je hier alles met een filmpje en zo. Heb ik hem gedownload zoals je hem kan zien. Dus wat we hier hebben is Essentials. We openen onze servermap. We gaan naar de plugins folder. En zoals je kunt zien, deze folder is empty. Er is nog niks in de folder. Dus je kopieert alles naar je server. Behalve de protect. Zo. Tenzij je iets anders gaat doen. Ik gebruik protect wel voor de minigames. Dus ik gebruik de protect wel voor de minigames, anders kunnen ze heel mijn server kapot maken. En dat mag niet. Oké. Nu is de protect erbij. Ja, we gaan de server nu opstarten. Ik start mijn Minecraft ook al op. Hup. Is hier goed aan het werken. Upsa. Klaar, is opgestart. Ga ik naar de 1.7.10, want de versie van Minecraft is 1.7.10 van mijn server. Voilà, dan starten we Minecraft, multiplayer, direct connect, join server. Oké. Hupsakee. En ik was nog aan het vliegen van de vorige keer. Als je kunt zien, hier links onder zien we, you have no email, no new mail, en dan set fly mode enabled. En dan, plugins metric. What the fuck? Ja, dat is gewoon wat dat is de essentials. En dan heb je hier de metrics voor all plugins / essentials opt out. Zo. Nu hebben we dat ingetipt hier, dat moet je doen. En voilà, nu is de server als we naar de plugins gaan. Dus de plugin Essentials, Essentials Chat, Essentials Protect, Essentials Spawn, Essentials Anti-Build. Allemaal van die dingen, van die plugins. Als we nu slash d op mijn eigen doe. Oh, dat kan ik toch nog doen. Ja, waarom weet ik ook niet precies. Maar ja, dus wat we nu gaan doen is naar de config file van heel server. Dus even gaan we weg uit Minecraft. Hup, hebben we hier naar onze server map plugins. En zoals je kan zien zijn er hier allemaal mapjes bijgemaakt. Hier zijn de plugins metric. Blijf je af en heb je hier essentials. User data, zie je mijn naam. Warps, dus is er een warp wordt gemaakt bij de coördinaten. En hier, dit is eigenlijk wel redelijk tof. Als er iemand die server joint, als je het in het Nederlands wilt, doe je gewoon hup. Welkom player type / help voor een lijst met commando's en zo en dan / list om te zien wie er nog online is. Om te zien wie er nog online is. Puntje. Players online. En dan zie je welke players er online zijn. Hup. Save, dat is dat. Voor de upgrades blijf je gewoon af. Allemaal niet nodig, dat is nog voor mijn andere server. Hup, echt. Voilà. Hier wat je allemaal krijgt en wat er allemaal bestaat. De items, welke items dat er allemaal zijn. Even eens kijken. Als je kan zien hier alle items.
en weer de config file. Voilà. Voor de op name color kan je 4 doen. Ik zet hem gewoon op F. Dat is wit. Nickname prefix. Up, weg. Maximum de nick lengte. Maximum nick lengte zou ik op 20 zetten. Change display name. True. Teleport safely. True. Teleport cooldown. 0. Heal cooldown. Items spawn blacklist. Punt. Wacht ze. Oké, laat maar. Dat hebben we niet nodig. Permissions based items fall, spawn false, spawn limit. Spawn mob limit. Warn on smite. True. Over in commands. Laat hem maar allemaal zo staan. Disabled commands. Up. Zo. Oh. Wat doe ik? Dat mag allemaal blijven aanstaan. Dat zijn allemaal de commandos dat de players kunnen doen. Als je nu bijvoorbeeld zegt... warp list, tp. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niet uit, want hier blijf je af, want dat moet allemaal met de permissions file dat we volgende keer gaan doen. Hier zijn de kits, de tools, welke tools je allemaal kan krijgen. Firework. De enabled things, signs, voor de color balance, buy, sell, trade, free. Ja, dat moet je ook allemaal invullen in je permissions file. Dat gaan we allemaal morgen doen. Allee, bij de andere dingen. Owner admin. Auto AFK kick. Min 1 wil eigenlijk zeggen niet. En de automatische AFK is dat. Deze hier. Maar wat ik ga doen hier is remove code on disconnect. Zet ik hem true. Hup, auto AFK. Zet ik op. Zou ik AFK wel? Kan ik AFK niet opzetten? Misschien is het dus. E, for no timeout, min 1, voilà. Auto AFK kick, freeze AFK players, false. Ja, want je kan niemand AFK zijn, oké. Maximum fly speed, voor de snelheid. Update bit at the daytime, true. World home permission. Dat zijn eigenlijk allemaal van die basic commands, moet je allemaal zelf een keer doorgaan en... voor de protect hier of welke er geprotect wordt en zo. Allemaal eens doorgaan. Bij mij is alles in orde voor de rest. En wat je dan doet is ook. En dan klik je op opslaan. En dan is je config file in orde. En dan doe je reload. Reload complete. Ga naar de server. Direct connect, join server. En voilà. Hier. Welkom, deep help voor een lijst met commando's heb ik gedaan. Om te zien weer online is, hier moet ik nog deep van maken. En de world time. Dus hier ga ik nog deep intippen. Dat zal ik nu nog even vlug doen. Ik ben een mod td. Hier, deep. Deep. Hupske. Save. Zo. Reload server. En als ik nu join, player, direct connect, join server. Voilà, typ. Dus dit is eigenlijk allemaal van die basic commando's, allemaal van die toffe dingen kan je doen. Bij bijvoorbeeld als ik nu naar game mode, anders moet ik zo game mode 0 schrijven, zo'n lang woord. En bij essentials kan je gewoon GM 1, GM 0. En nu kan ik niet vliegen. Ik kan niet vliegen zoals je kunt zien. Slash fly. Oké. Okay. Dus je kan vliegen met essentials. Ook zeer tof. Slash god. Staan dat niemand je kan aan. Dus je kan vermoorden. En nog allemaal veel meer andere commando's. Dus ik hoop jullie deze video leuk vonden. Like, abonneer. Deel deze video en alle dingen. En tot de volgende keer. Dag.